Maar ik kan dit. Ik kan dit! Ja, let's go! Wat een teleurstelling! Nee, wat een kut! Oh, ik had echt iets beters verwacht. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe update video van Star Stable. En laat ik maar even direct met de deur in huis vallen met een Starcoins code. Want er is een nieuwe Starcoins code uitgekomen vandaag. Wees er snel bij, het is namelijk PETS. En ik weet eigenlijk even niet uit mijn hoofd hoeveel Starcoins die geeft. Ik denk 15 of iets in die richting. Maar goed, mis het niet, want 15 is toch weer 15 Starcoins. Ja, dat is nou gewoon eenmaal zo. Vandaag hebben we een paar dingen in het Halloween. Jeetje. Nou, we moeten sowieso naar het bolwerk, heb ik het idee. Dus laten we dat doen. Ik zit op Rowley. In plaats van Rowley. Had ik deze al laten zien dat ik die aan het trainen was? Volgens mij wel. Ik weet het ook niet, joh. Ik weet het ook niet. Ja, de Engels volbloeden zijn nu weg. En de eerstvolgende paarden die weggaan, zijn de generatie 2 Friezen. Nou, weet je, mij boeit dat niet zo, want ik vind ze afschuwelijk. Echt niet normaal. Ik heb trouwens even een theetje. Pak wat lekkers. Pak een lekker theetje of koffietje of weet ik veel wat. Warme chocolademelk of zo, weet ik veel. Ik krijg helemaal, ja, weet je niet, helemaal kerstvibe. Ja, logisch. Of, wat? Kerst? Ik bedoel herfst. Niet door mij. Ik zei ook nog logisch. Nee, ik bedoel herfst. Jeetje. Helemaal in de war. Oké, we gaan met Caspar praten, want die heeft ons wat te zeggen. Wat is dat voor geluid? Ah, daar ben je. Iets of iemand maakt ongelooflijk veel herrie op het eiland. Van de dreigende toren. Ik ben helemaal door van de slag. Oh, dat zijn die dingen. Die spoken. Oh, dan moet ik dat ook nog elke dag gaan doen. Scott. Tijdens spoken dat meegemaakt. Maar hij weigerde om het te vertellen. Nou, was dat eerst volgens mij de Yeti? Was dat zo? Of was, hoorde dat bij Halloween? Ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval, dus nu gaat het over weerwolven, volgens mij, iets in die richting. Ik ben benieuwd wat de fuck dat gaat zijn. Maar dit is nog van het oude, wat we al eerder hebben gedaan. Fantastisch, ik pak een paar dingen. Oh, wacht, dan moeten we die quest helemaal doen, volgens mij. Oh, steenouders gewelf, doei! Echt doei! Weet je dat ik oprecht eergisteren erachter kwam dat ik die quest met Linda nog niet had afgemaakt? Dat is zo stupid. Maar ik had hem toch... Ik zei toch in de video van, jongens, ik ga dit echt niet doen op video. Ik doe het wel. Whatever, het is niet interessant. Nou, ik denk eigenlijk dat ik hetzelfde ga doen met dit. Nee, alles is oké. Ik hoef niet nog meer te weten. Weet je, dat is hetzelfde met dit. Ik denk dat ik echt geen zin heb om in de video naar het steenhouders geweld te gaan. Dat is echt een tyfus eind. Daar heb ik toch helemaal geen zin aan, joh. Oké. Okay. Nou, anyways, wij moeten naar dat andere eiland. Bro, waar ben ik? Ik moet hier naar beneden. Oh, dit meen je niet. Nee. Bro, laat mij gewoon heel even. Oh. Fuck. Nou weet ik dat ik dit kan halen. I have to. Oh nee, ik ga weer dood. Fuck, ik moet hier zijn. Ik dacht dat ik naar boven moest, maar ik heb naar boven gerend. Maar ik kan dit. Ik kan dit! Ja, let's go! Godverdorie. Helemaal naar boven gelopen. Ik had helemaal niet door dat hij hier stond. Jongen, jongen. Oké, okay, anyways. Misschien geloof je dit, maar wat ik net op korp meegemaakt heb, als een dolle door kloof en opeens kreeg ik het gevoel dat ik werd bekeken. Ja, maar dat heb ik toch altijd. Ik draai me om in het zadel en ik zag een monster. Dat is bij ook overkomen, maar ik kon ontsnappen. Ik werd nee, ik kon ontsnappen. Deze man is aangevallen en toegetakeld. Oei. Er werd met me gegooid of ik een lap op was. En er werd meedogenloos overal gekrapt en gebeten. Hoe bedoel je? Je ziet er nergens van komen. Nou, dat betekent niet dat het geen pijn deed. Wat? Ergens moet er gekomen, want Riley, ik ben namelijk aangevallen door een weerwolf. Nou, ik ben benieuwd hoe ze deze hebben vormgegeven. Starship. Zoals je misschien al hebt geraden, is dat het mooiste van dit verhaal. We moeten namelijk weer op jacht. Kijk! Dit is hetzelfde als dat hij wou zeggen van dat hij
Yeti echt was. En dat was natuurlijk ook uiteindelijk zo. Maar dus nu is de weerwolf. Dat vind ik wel leuk. Straks krijgen we ons eigen wolfie. Dat zou ik leuk vinden. En dan zou ik gewoon wachten tot de volle maan is en dan de foto mee maken. Van hem? Ik wil weten wat hij gaat zeggen. Wat hebben we een loze? Genoeg grap moeten we. Kapot voor die. Leuk. Ik bedoel, jij gaat nu weg. Ik wil nog eventjes zitten en bijkomen. Girl. En zie je die sporen daar? Als dat geen weerwolfsporen zijn, eet ik mijn hoed op. Volgens sporen is de ogen genoeg met dat beest. Daar gaan we! Oh ja. Het zijn wel grote sporen, ja. Wat is dit voor raar geluid? Heel raar. Oh, moet hier rechts. Oh, ik crash in het water. What the fuck? Bro, dit is echt een prank. Dit vind ik niet funny. Ik was bijna doorgerend. Kreeg ik hetzelfde weer. Godver. Oké, we moeten wel naar boven. Nou, waar zullen ze zijn, die weerwolven, jongens? Jezus, ik loop er toch langs. Mag ik even? Vol verwachting klopt mijn hart. Niks extra. Yo, what the fuck? What even is that? Dat lijkt gewoon op die Yeti, maar dan misvormd ofzo. Huh? What the fuck, gast? Oké, nu ben ik heel benieuwd hoe dat beest eruit ziet, want het gaat er waarschijnlijk verschrikkelijk afschuwelijk uitzien. Is dat überhaupt met een woord? Verschrikkelijk afschuwelijk. Oh mijn god. Oh, ik vind ook weer wolf en wolf echt vreselijk. Ja, er is weer een wolf gespot bij mij in de buurt. Dus ik wil die ponies weer s'nachts binnen, want als er... Ja, weet je, ik ben daar helemaal bang voor. Straks komen ze mijn ponies opeten, daar heb ik toch helemaal geen trek aan. Rotbeest, afschieten die handel. Ik zie je gezicht dat je iets engs hebt gezien. Ik kom naar mijn basiskamp, dan gaan we daar grondig onderzoek doen. Moorland, Jesus. Ah, Moorland. Nou, waarom helemaal naar Moorland? Wanneer is het daar zijn? Oh ja. Bah. Yusu. Je bent crazy. Dit is niet waar, toch? Want ik ga niet lopen. Denk maar dat ik ga lopen. Weet, kan ik wel met een normale trailer. Of ik moet eventjes via de... Anders via de... Hoe heet het? Ding is weer gaan, maar... Godver. Good egg. Oh, heel irritant. Ik denk dat ik wel met deze kan. Oh ja, hier moesten we die val helemaal maken de vorige keer. Oh, kijk hoeveel mensen. Oh, hallo. En daar zijn we dan, het basiskamp. Wat een puinhoop. Ik denk dat ik na al die jaren kamperen en buitenritten maken zal weten hoe ik mijn spullen overzichtelijk hou. Weer de doos uitpakken, dan maak ik hier een lijst van wat we nog moeten doen. Ja, ik doe zware werk wel weer, meneer. De vrouw doet het wel weer. Je hebt ook helemaal niks aan die mannen, jongens. Je hebt helemaal geklappen aan. Oprecht niet. Hatsa. Oh, stop met dat felle licht. Godver. Ik word helemaal verblind in mijn donkere kamertje hier. Ik heb helemaal mijn grote lampen aan, want het wordt helemaal donker buiten. En dan natuurlijk na dit weekend al helemaal, als die rotklok weer terug gaat of whatever. Terug, vooruit, terug. Geen idee. Nou, dan blijft het op het begin s'avonds natuurlijk nog... Wat langer licht? Volgens mij, maar op een gegeven moment niet meer. Nee, dat is niet waar. Ik lul, het wordt erger zelfs. Het belangrijkste ingrediënt is spray zilverpoeder. Heb ik het zilver niet gehaald? Nou, moet ik weer hakken in die kutmijn? Tuurlijk! Oh, over hier, dat kan ook. Oh, hier moet ik die pik alweer ophalen, zeker. Of ik zilverpoeder heb. Nou, niet de voorraad. Ik zou vandaag een zending van lekker goedkoop en makkelijk aan bedrijven voor het winter ontvangen. Maar kijk, zojuist naar de staat van de bestellingen. Er stond dat de kratten op of in de buurt van de trein waren neergezet. Dat wordt een slechte recensie.
Ik heb werk te doen, dus ik ben eruit. Ik daal in zilverpoeder als je op de weg van en naar Salmon zou willen zoeken. Het gaat om 6 kratten. Heeft hier de kratten in? Godverdorie, welke mogol die DHL postendeel op Starship was ook niks waard. Ik druk toch op spa... Ik druk toch op spatie. Wat ik... En dat doet hij het niet. Nee. Oh nee. Dit. Werkt het nog? Just... Ja joh. Kan ik zeker ook... Moet ik dan elke keer heen en weer rennen? Dit meen je niet. Ja, ik word ook... Met de dag luier. Ook op dit spel, jongens. Vooral op dit spel. Wel zeuren dat ik niks te doen heb, maar als ik iets te doen heb... Hé, hij reageert eindelijk. Maar als ik dan wel wat te doen heb, dan vind ik het te lang duren. Dat kost me te veel werk. Het is afschuwelijk. Trouwens, ik moet nog één linkje van dat champ gebeuren. Dus dat is nice. Oh, het scheelt dat het per 2 is trouwens. Besef ik me nu. Dus ik hoef niet 6 keer heen en weer, maar gewoon 3 keer. Dus dat is fijn. Bedankt, Starsteven. Nou hier, had je dat zelf niet kunnen doen? Bedankt, nu heb ik zilverpoeder. Wat ook dat mag wezen. Top, ik wist dat ik op je kon rekenen. Je de. Kidoki, luister goed, want het is belangrijk als we al deze dingen in de juiste volgorde in de beker doen. Zeep, zilverpoeder, water. Oké. Oh, ik moet even afstappen, denk ik. Of niet? Ja. Ja, maar Jezus, wat is de zeep? Afjusu, wat is de zeep? Dit is het water. Het is poeder, denk ik. Ik weet het niet meer. Zeep, poeder, water? Nou, dat was het. Oké. Kijk, Zara, nu moeten we het alleen nog in de fles gieten. Dan kan ik elke weerwolf op het parcours aan. Ik bedoel jou natuurlijk, jij kan elke weerwolf aan. Oké, je hebt nog één ding nodig dat ik speciaal wil bestellen. Dus wees voorzichtig mee. De chaotische aanvulling om monsters even te registreren aan apparaat. Scroll dat zijn de laatste letter van het woord camera. Oh, de letter. Oh, dat had ik niet eens door. Je bent absoluut mijn favoriete inwoner. Het is goed om vrienden te hebben. Jammer dat we er maar eentje hebben. Oh, één camera of één vriend, wat bedoel je? Hier, neem jij het apparaat. Ik bedoel de camera. Ik heb zitten denken, Riley, jij kan het best alleen teruggaan naar het parcours. Kijk, we hebben maar één fles bij de kamer. Dus stel je voor, als ik in de wereld verander, ga ik je bijten. Oké, weet je, jij durft gewoon niet, jongens. Hij durft gewoon weer niet. Dat zal toch... Oké, moeten we dan helemaal weer met die trailer? Oh, wat een kut eind. Nou ja, dan gaan we maar weer dan. Nou, ik ben heel benieuwd waar die weerwolf zich bevindt. Het moet hier ergens rechts zijn. Where are you, my friend? Oh, hier. Moet ik iets? Of ik vind iets. Ja joh, ga lekker foto's maken, meid. Als jij daar gelukkig van wordt. Ik wil net zeggen, zeg maar niet dat ik nu weer terug moet, want daar heb ik geen zin aan. Ik wil wel dat beest zien voordat ik weer terug moet. Ik zweer het. Oh. Een blikkie. In de stront. Wat wil je nog meer? Ik dacht dat ik het kon oppakken. Dat was niet zo. Oké. Sorry, in het ravijn zitten. Oh, hier. Chips. Waarom moet zo'n beest daarmee? Die vreet dat toch niet? Of ja, die vreet alles, maar... Niet per se dat hij dat nou... Een berg goedkoop voedsel eet en weer... Nou, Riley, je neemt mijn woorden uit mijn mond. Echt. Het is net of dat we één zijn.
Maar heeft het nou per se met weerwolf te maken? Een borstel! Raar, jongens. Spannend. Wat zou het zijn? Paardenbos, wat doet hij hier? Nou, precies dat. Wat een teleurstelling dit, jongens. Haar ogen zijn wel cool, by the way. Wat een teleurstelling! Nee, wat een kut! Oh, ik had echt iets beters verwacht. Auw, weg met de kamer, die blus in pijn om ogen. Ben jij een weerwolf? Nu wel, ja. Ik lijk er verschrikkelijk goed op ook. Zeker weten, wat is er met je gebeurd? Oh, ze heeft helemaal haar. Kijk dan, en die nagels. Dat is een gemiddelde wijf hier tegenwoordig. Met die lange, lange kutnagels. Afschuwelijk. Ik was aan het werven, zoals je noemt, en ik kwam te dicht bij een wolf van roedel. Ik had geen spray meer. Er was ook geen paardenstront waar ik doorheen kon rijden. Voordat ik het wist, werd ik wakker op de hoeven. Het is wel eens eerder overgekomen, maar dit keer voelde het anders. En een paar nachten later had ik een paardenbos nodig om mijn hart te komen. Maar zeg eens, waar jagen jij en je vriend op mij? Je hebt Scott aangevallen en toegetakeld. Nou, hij werd aangevallen en toegetakeld door een struik met doorns waar hij indook toen hij me zag. Ik heb hem nooit aangeraakt. Het spijt me dat ik heb beschuldigd. Heeft ze ook tanden? Weerwolftanden of niet? Wel een beetje. Maar geen probleem. Ik wil deze ogen. Geen probleem. Ik ben immers een weerwolf en het is niet ondenkbaar dat ik iemand zou bijten. Maar wist je dat ik vegetariër ben? Dat verklaart overigens niet waarom je me achter kan zetten. We gaan jagen op fabeldieren en wilde ik gewoon fotograferen. Is dat alles? Tuurlijk mag dat. Zet wel even de flits uit en maak er eentje van ons samen. Wat leuk zou zijn als er nu een visual kwam dat ik oprecht Riley zo met dat beest zo op de foto, maar waarschijnlijk niet. Want sorry, was ik toch goedkoop. Ik ga wel even een foto maken voor de thumbnail, dus be right back. Nou, we zijn er weer. Zeg maar dat je weer wel hebt gezien. Zo benieuwd wat je beleeft. Ligt aan mij of was je echt lang weg? Heb je weer gevonden? Ik ben al niet aangevallen. Vertel me alsjeblieft. Ze is hartstikke aardig. Nou, het ging zo. Ik vertel dat blijkbaar. Wauw, geweldig gefoto. Maar als ze zo aardig is, waarom viel ze me dan aan? Scott zei dat je de stoot. Oh, sorry. Dat is... Dat is kwaad. Spreekrij. Weet je wat? Ik ga deze foto's naar je over Griaanse courant sturen. We worden beroemd. Ik moet ook de gemeenschap van gelovers aanschrijven en een andere groep waar ik lid van ben. Oké. Okay. Je hebt echt kei in de jacht fabeldieren moest komen laten. We hebben terug. Ik heb nog meer jachtideeën. Oh. Een dogmissie. Waarom? Oh, waarom zei ik dat zo? Dogmissie. Zeg me niet dat ik... Ik wil net zeggen, zeg me niet dat ik er XP voor krijg. Want ik heb geen zin om dit elke dag te doen. Oprecht niet. En wat is dit voor een fucking teleurstelling, ouwe? Het slaat helemaal nergens op. Ik dacht echt, nu krijg ik mijn vette, oprecht enge dingen. Is het gewoon... Een Star Stable poppetje met een beetje haar. En... Ja, wat moet ik ervan zeggen? That's it. What the fuck? Oké, okay, ik ga toch aan om eventjes naar... Die dino vallei te gaan. Maar ik knip toch de hele zooi eruit. Dus ja, jullie zien mij zo meteen als ik daar ben. Nou, wat een barre tocht, jongens. We zijn er. Bruno, deze plek is nog killer dan in mijn herinnering. Of dan ik me kan herinneren. Of wat zei ze nou? Iets in die richting. Ik moet stoppen met eten, want ik ben aan het opnemen. Stop. Mensen hebben geen zin om naar mijn gekauwde te luisteren. Wat ik volledig begrijp. Maar ik heb net even een zakje chips neergelegd. En dan ga ik er automatisch uit vreten. Het steenhuis geweldig is niet geweldig. Ik voel hem hier in de lucht. Oh, die Magnus. Nou, waar ben je? Kut. Bro, geef mij die spookslijm. Die heb ik nodig. Oh, moet ik dit weer zoeken? Tuurlijk. Altijd hetzelfde. Oh.
Dit gaat natuurlijk weer dat het wijst naar de Jorvikstallen. Want een groen ding en een paardenbeeld, dat zijn de Jorvikstallen. Dus we moeten naar Jorvikstallen toe. Bla bla bla. Ja, weet je, op een gegeven moment is het ook een keer klaar, Star Sable. Dan weten we het wel. Dat is gewoon zo. Ik denk dat alle wijzigen zijn. Tabla, oké. Okay. Nou, wat fijn, meid. Waar moet ik heen? Waar is Linda? Oh, ik moet gewoon hierheen, oké. Okay. Groene dakpan, een paardenbeeld in een oud hoofdstel die zijn vast van de jaar oud. Ben ik er van Rally? Een afleider waar Mark naar zijn deur is gegaan. Tegen zij de hoef, ik heb het beter. Nee, Jorvikstal is natuurlijk kut. Dat kan niet anders. Nee, omdat het de afgelopen 5 jaar ook zo was, Linda. Jesus. Ja. Eén ding weet ik wel, en dat is dat zij lekker zelf mag lopen, want ik doe het niet. Maar Joop was bijna vergeten om weer opnieuw op record te drukken. Oh, oh, dat geluid is zo satisfying. Maar hij staat natuurlijk altijd hier bij deze muur. As we fucking know. Je hebt me gevonden, help, help. De ruiter. Nee, we zijn die Thompson. Hij lijkt doodsbang. We krijgen weer met die hamer en zo. Zo verschrikkelijk. Oh. Wat klinkt dat hard in mijn oor? Wat moet ik doen? Achter hem aan? Oh, hij moet hier blijven staan. Oh, optie. Op de grond ligt een blad, omelet, dit en dat. Neem een paard mee wat niet uitgetraind is, by the way. Oh, we gaan straks ook nog eventjes alle kleren kopen, want dat hebben we nog niet gedaan. Dat moeten we wel even doen. Ik heb best wel veel minuten, dus dat komt goed. Oh ja, nou zijn we weer hoor in die herinnering. Oh, dat ben ik. Oké, ik zeg je eerlijk, dat vind ik wel eng. Die stem. Dat is ook het enige. Nou moet die hamer pakken. Moet ik weer... Wat doe je mee? Wat moet ik doen? Oh god. Oh, wauw. Riley in de prehistorie. Oh. Oh, joh, wacht even. Oh. Oh, ik heb een resterende tijd. Wacht. Klinkt dat hard? Ik hoor mezelf bijna niet meer praten zo hard. Redden we de geur in de hitte van Pitaal. Bro. Dit is allemaal zo saai. Oh, nou, paard, waar ben je? Waar is mijn paard? Moet ik lopen? Yuzu, waar is mijn paard? Is dit hem? Oh, wajo. Ik herkende hem niet eens in het zwart-wit. Besef dat even. Oh ja, ik moet naar de stal. Zie maar gaan met dat ding. Hatsa. Ziet er toch niet uit, joh. Oh, nee! Waarom gaat hij weg? Dat is lullig. Ik wou even een mooie foto maken. Nou is hij gewoon weg. Oei, ik denk dat hij wel een beetje boos is dat we die hamer zijn kwijtgeraakt. Denk je... Oeh. Oh, what the fuck? Hoort dit? Ik denk het wel. Raar. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan dat ding even weer kapot maken. Zoals elk fucking... Ugh. Elk jaar hetzelfde, jongens. Hetzelfde gezeur. Kijk, daar gaat hij. Kapot. Kabat. Oh, dat was er maar één. Wacht even. Hij is nog niet kapot. Nou, nog steeds niet. De derde dal. 3 keer scheep zit het, hè? Recht, ik kan niet meer praten. Hatsa, nu is hij kapot. En dat is niet goed.
Nou, ik vind het niet interessant. Ik zeg je, ik vind het alleen leuk voor de XP. Oh, en een hoofdstel wat je altijd krijgt. Een runnammer. Weet je... Hé, hey, prima jongen. Ja, ik wil inderdaad over terug. Maar hebben we deze hoofdstel al? Of hebben we nou weer hoofdstel? Bro, alweer. Deze heb ik echt al 10 keer. Oké, wacht even. Oh, hier hebben we deze. Oh, wacht, is die... Oh. Snoepjes leven ze gewoon dat je moet verkleden. Oké, dat scheelt. Dus heb ik meeste maskers wel, hoop ik. Bla bla. Oh nee, wacht. Maar, huh? Moet ik me nog verkleden of niet? Zullen ze, als je een masker zoals mij het draagt, krijgen we vast veel meer. Nou, weet je, die heb ik wel. Het is wel vervelend om te doen elke keer, by the way. Deze of zo, wat heeft zij? Ik heb ook diezelfde, dat is deze. Om helemaal specifiek te zijn. Nou, dan moet je dus een masker dragen. En heel vaak is het of een kikkermasker, of een vogel, of whatever the fuck. Could be anything. Wat is dit? Als je richting kabassen rijdt, hoor je ze steeds harder juichen en brabbelen en spreek je de magische woorden. Oh, we moeten bij deze dat doen. Je snoept je leven. Tom moet eerst naar Jorven, maar als ik die gasten zo blijf... Oké. Maakt het mij niet kloppen dan een verlegen met voor je hart. Dus moet je, laten we nu teruggaan. Teruggaan? Als in daar naartoe of naar Jorvik, wat bedoel je? Dat geluid, wee! Moeten we hierheen of moeten we naar... Oh, we moeten wel hierheen. Oh, mooi jou. Als map is oké. Okay. 5 player XP. 10 per dag, oké. Okay. Als je een doodshoofdmasker draagt, krijg je een grotere beloning. Maar wat krijg je dan als je dat niet draagt? Krijg je dan gewoon hetzelfde? Want voor mij was er een glitch vorige keer, maar ik weet niet of dat al gefixt is. Dat je gewoon, maakt niet uit wat je update. Maar ja, ik heb wel die maskers daar niet van. Maar het is vervelend om dat elke keer te pakken. To be honest. Kijk, want ik heb er best wel wat. Kijk, doodshoofdmasker bijvoorbeeld. Oh... Maar het is irritant om dat elke keer zo te doen. Maar goed, weet je, waarom komt ze niet bij mij achterop? Oh jawel, we moeten aan haar eerst laten controleren. Oh, niet te snel, Riley. What do you mean? We lijken niet op elkaar. Je zegt toch een doodshoofdmasker? En zij heeft dat niet eens op. Wat zegt zij nou? What the fuck? Bedoel je die andere? Wat maakt dat uit? Nee, het is mijn enige doodhoofd die ik heb. What the fuck, ouwe? Of is het deze? Ah, dit is skelet. Ja, maar dat is ook een doodhoofd. Maar het is basically hetzelfde, maar ook weer niet. Wat? Huh? Nou, nu kan je me helemaal. What the fuck? Ze zegt toch dat ik... Ja, maar zij probeert mij helemaal in te luizen. Nou ben ik benieuwd wat ik voor een beloning krijg, want zij zegt dat ik niet genoeg aan heb. Terwijl dit is wat de beschrijving zegt. Maar zij zelf heeft dat ene masker... Hou je bek! Met dat ene masker natuurlijk nog op. Ja, dit wordt een probleem. Ik ben benieuwd of ik nog genoeg krijg of niet. Zolang ik mijn XP maar heb. Oké, moet hij hier zijn?
Hier wat lekkers voor jullie drieën. Riley, Rowley en jullie vriend er verderop. Welke vriend verderop? Ja, maar waar zijn mijn... Waar ik heen moet, zeg maar. Er staat niks gez... Dat is irritant. Hallo, kom je voor het vrijwilligerswerk? Grapje, daar zijn jullie mooi ingetuind. Hier wat lekkers. Bedankt, maar bij wie moeten we nou nog meer zijn? Volgens mij kan het bij Steve. Want we hebben niks op de kaart staan. Dat is echt fucking irritant. Ik denk maar dat ik elke dag ga zoeken. Kijk, het is dat ik het weet. Van vorig jaren. Nee, ik hoef je stomme kutrace niet te doen, Steve. Ik wil gewoon snoep. Bij wie moet ik nog meer zijn? Hoe irritant. Ik kan hem gewoon niet zien. What the fuck? Hoi. Mag ik? Weer geen klanten. Nou, dit is de laatste, hoop ik. We hebben flink wat opgestort. Als we onze kostuums aan elkaar aanpassen, krijgen we vast nog meer. What do you mean? Ja, maar zij heeft een lelie op haar hoofd. Dat betekent dat ik misschien wel een kikker had moeten zijn. Maar er staat geen kikker. Bij de vijver. Ja, maar er staat bij de vijver. Nu snap ik waarom er bij de vijver staat. Maar waarom staat die doodhoofdmasker? Ja, maar dit klopt niet, Storstable. Ik zei toch, misschien is het wel een kikker. Maar er moet er geen doodhoofd staan, er moeten kikkers aan. Wat een klap mag holen. Ze kunnen ook helemaal niks daar zo bij, die Storstable. Wel, grapje, jongens. Grapje. Niet boos worden. Stap eens in het licht, zodat ik goed kan kijken. Wat bedoel je? Ga staan. Kut. Ga staan! Oh, zij zegt kikkermasker. Waarom zonder een doodhoofd? Ik ben nu wel benieuwd wat ik krijg. Als ik gewoon mijn player XP krijg, dan hoef ik helemaal geen masker op te doen. Ja, maar je krijgt gewoon hetzelfde. Dus jongens, je hoeft geen masker op te doen. Want je krijgt gewoon... Wat een kutzooi. Maar tegelijkertijd een sociaal experiment is dit. Ja, een sociaal, maar een experiment. Je hoeft niet die masker op te doen. Je krijgt net zoveel. Als dat je zou krijgen als je die doet. Zeg maar, of als je wel het goede masker op hebt, blijkbaar. Nou, dit doe ik ook voor saus al 100 keer. Weg met dat kutmasker, opgetiefd. Zo. Ik ga spullen kopen. Of ja, inruilen. Hier. Goed. Wat een verschrikkelijk ding is dat, zeg. Dat ga ik ook... Oh, er is helemaal geen hoed. Ik vind dat ook zo raar. Ik wil het allemaal, jongens. Allemaal. Deze wel lijp trouwens. Die zwart met goud. Ga ik absoluut vaker dragen. Oh, en die had ik al. Blijkbaar. Heb ik dan alles? Stop met zo eng lachen. Nou, dat was alles. Joh. Dit ga ik zelf doen, want hier kan je waarschijnlijk alleen maar Jorvik shillingen van krijgen. Het heksenspel Schuwe Schim. Oh, dat is kapot eng. Waar staat zij dan? Waar staat zij? Waar is zij? Ik weet het niet. Huh? Oh, hier. Denk ik, of niet? Nee, wat? Waarom dacht ik dat zij dat was? What the fuck? Wacht, er was ook iets met... Oh my god, er zijn er nog meer! Ik ga stuk. Nee joh, ik moet het nog kopen. Oh mijn god, zijn meer maskers in no way. Hallo, ik wou gewoon even mijn... Wio? Wat deed ik ook? Waarom deed ik dat in... Deed ik dat nou zojuist in fotomodus? Geen idee, maar dit ziet er niet uit. Ik wil het. Ik wil deze ook, by the way. Oranje, hallo.
Die wil ik. Oh. Dit moet ik hebben. Deze niet per se, maar oké. Dat, die goedkope zooi. Of ja, goedkoop de zaakjes. Hadden ze het toch over? Waar zijn al die heksenmutsen dan? Wat ze zeiden. Heksenhoeden of zo. Waarom loop jij hier met dat stomme wapen van een eeuwigheid geleden? Oh, of bedoelen ze dit? Oh, die hoed. Kijk, ik wil deze nog, want die heb ik helemaal niet. Die is wel lijp. Oh, deze is eigenlijk trouwens ook best wel lijp. What the fuck? Pizza. Oh, wat is deze lelijk en oud. Ook wel weer vet ofzo. Oh ja, dit herinner ik me nog wel. Dit was die oranje set. Ja, hoef je niet per se wat van, I guess. Nee, eigenlijk niet. Deze heb ik bijna allemaal. Paars op zich niet verkeerd. Deze zou ik toch niet dragen. Die heb ik ook bijna allemaal. Nou weet je, jongens, ik vind het helemaal prima geweest, jongens. Volgens mij heb ik alles wel gedaan. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond het leuk? Dus ik een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan blijf je up-to-date. En we gaan hem super lekker weer met abonnees. We hebben weer 2100 abonnees. Welkom iedereen die nieuw is. Leuk dat je erbij bent. Klik even op het belletje. Want dan blijf je altijd up-to-date van wanneer ik een video post. En de eerstvolgende video komt... Heel even nadenken. Aanstaande zondag online. Om 12 uur dus. Ik hoop jou dan te zien. Tot zondag. Toeloe.